van Berghuis. Prachtige goal. Een prachtige goal. Klaargelegd. En het is 0-1. Berghuis schiet en het is 3-0. Berghuis achter de bal. 6-1. En dan is het doelpunt daar. Met dank aan Kudus scoort Berghuis. Berghuis naar zijn rechterbeen. En hij schiet hem binnen. Kopbal en dan is het raak via Berghuis. Is Berghuis en de deflection takes it into the back of the net. Messi heeft het bal voor een inknik en dat doet hij. Geplaatst 2-0. Goed in de verhoek en dan staat daar Robbie. De Cats met de nutmeg schiet er van Berghuis. Steven. Hallo. Wie had dat kunnen denken? 2 jaar geleden kwam je naar onze club. Ja. En nu Ajax Ziet van het jaar. Namens alle supporters van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ze hebben allemaal gestemd na elke wedstrijd op hun man of the match. Ik heb het gehoord. Uiteindelijk hebben wij als supportersvereniging Ajax al die punten bij elkaar opgeteld. En ben jij hun favoriet geworden dit jaar. Jij wint daarom de Rinus Michels trofee. Wat gaat er door je heen? Dat is de sportvraag natuurlijk. Trots, wat jij zegt, 2 jaar geleden. Berghuis Ajax Ziet van het jaar. Het zou vrij raar staan. Maar het is een mooie van voetbal, denk ik. Het is een mooie uitdaging en het is het nog steeds. En ik denk dat er ook een paar aardige spelers voor mij zijn geweest die deze hebben gewonnen. En teamgenoten ook zijn die ook van hoog niveau zijn. Het is een mooie individuele erkenning, dus ik ben er blij mee. Zat er nog iemand kort achter? Nee, je bent wel uiteindelijk 2-3 wedstrijden voor het einde al... Alle winnaar. Ja. Schieten, Berghuis. Oh, ho, 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 ho. Dat is schieten, hè? Dat is schieten. Ja, individuele prijs is voor mezelf mooi natuurlijk. Zo'n grote club als Ajax, zoveel goede spelers. Gekozen door de fans ook nog. Mensen in het stadion zitten die naar de wedstrijd komen kijken, die dus jouw spel waarderen. Als ik terugkijk op mijn seizoen, denk ik... zich individueel een goed seizoen, denk ik, voornamelijk voor de winterstop. Ik denk na het WK ook wel een fase gehad van dat John dan weer trainer werd, dat het goed ging. Ook daarna een fase dat het wat minder ging. Ik ook de fase dat ik wat meer op rechtsbuiten te spelen kwam uiteindelijk. Maar heel erg blij mee wat ik net zei. Zouden vast vele goede spelers voor mij zijn geweest. Ik hoorde net al Ziyech 3 keer, Tadic, Lisandro vorig jaar. Dus dat is leuk om te horen. Ja, een mooi rijtje. Wat valt je op aan het rijtje? Wat me opvalt? Ja? Als je die zo opgenoemd? Ja, dat zijn wel 4 linkspoten die ik heb opgenoemd. Precies, ja. Wat zegt dat? Dat weet ik niet. Ik weet niet. Daar zullen we verder voor terug moeten zijn. Maar dat de linkspoten goed in de smaak vallen misschien. Schot van Klaassen geblokt. Kudus is voor om hem binnen te houden. En er langs te komen en terug te leggen. En dan is het doelpunt daar. Met dank aan Kudus scoort Berghuis. Wat is het hoogtepunt voor jou voor dit seizoen? In een moeilijk seizoen voor iedereen. Wat noem jij dan als hoogtepunt? Ja, vind ik wel moeilijk. Niet zo heel veel gekend, eerlijk gezegd. Onder ons niveau. Onder de verwachtingen van ons, van de club. Is dat wel moeilijk om 1 hoogtepunt op te noemen. Maar voor mezelf is dit wel een klein hoogtepuntje. Ja, waar ga je hem laten? Ja, thuis in de kast. Ik ga verhuizen. En ik heb kastruimte in mijn huis. Dus deze krijgt zeker een mooi plekje.